Ik zit er gewoon aan te denken, misschien dat ik er nog wel 100 bestel. Ja. Want zelfs dat bedrag, als ik dat zou bestellen, heb ik er nu al uit. Oh, dan zou ik het doen, ja. Het is donderdag, toch? Hè? Nee. Zwarte brief? Ja. Oh, tering, hé. Oké, kom eraan. Wat? Wat zeg je? Hambo? Oh! Mindfuck. Oké, maar dit moet ik natuurlijk even verstoppen. Mijn diva in de dop. Hola, Merel. Hola. Ik hoop niet dat dit van mijn tijd afgaat, hoor, van de webshop, jongens. Ja. Het gaat hartstikke lekker. Oh. Stretchbed is verkocht. Yes! Postertje van jou verkocht. Woe! Ik denk dat ik door bijna al mijn jassen heen ben. Het gaat helemaal goed. Nou, okay. Fantastisch. Dus, ja. Oké. Okay. Oeh, we gaan stemmen. Ach, ik zie weer een lange brief. Is niet lezen. Hey. Voorlezen. Nee, doe ik er niet. Beste Brendan, Frenny, Gerrit, Hiske en Merel. Dat voelt heel eng. Namelijk. Gisteren hebben jullie te horen gekregen dat de finale van start is gegaan. Gefeliciteerd. Dank je. Dankjewel. De strijd om de titel is nu echt begonnen. Sinds gisteren, om 2:00... zijn de lijnen voor het publiek geopend en kan de kijker stemmen op haar of zijn favoriet. In de finale strijd is er maar één ding belangrijk. Campagne voeren. En die campagne begint nu. Yes! Wie van jullie wint een interview in de 538 ochtendshow van Frank Daanen? Morgenochtend om 7:15. En kan hiermee een miljoenen publiek bereiken. Sorry. De spelregels zijn als volgt. Ieder van jullie moet een vlog van maximaal 30 seconden opnemen. Waarin jij laat zien waarom je de winnaar van Utopia bent en dus dit interview verdient. Wauw, kikken ze. Om 14:00 vandaag moeten de vlogs gemaild worden naar 538. Heel veel succes en wees creatief. Kikken. Om 2:00 moet ze gemaild worden. Ja. Wauw. Oké. Vet. Ja. Dik zeg. 30 seconden. 30 seconden. Een vlog. Opnemen waarin jij laat zien waarom jij de winnaar van Utopia bent. En dus een interview verdient bij 538. Oké. Wauw. Dat is wel echt tof. Ja. Dit is echt gaaf. Frankie, leuk man. Ja? Ja, is gaaf. Heel gaaf. Wie gaat van ons, jongens? Morgen, en is dat telefonisch of is dat? Wat staat denk er? Je kan hem nog wel even nog een keer voorlezen. Er staat hier. Beste Brennen, Frenny, Gerrit, Hiske en Merel. Gisteren hebben jullie te horen gekregen dat de finale van start is gegaan. Gefeliciteerd. De strijd om de titel is nu echt begonnen. Sinds gisteren 2:00 zijn de lijnen voor het publiek geopend. En kan de kijker stemmen op zijn of haar favoriet. In een finale set is er maar één ding belangrijk. Campagne voeren. En die campagne begint nu. Wie van jullie wint een interview in de 538 ochtendshow van Frank Daanen morgenochtend om 7:15? En kan hiermee een miljoenen publiek bereiken. De spelregels zijn als volgt. Ieder van jullie moet een vlog van maximaal 30 seconden opnemen. Waarbij je laat zien waarom jij de winnaar bent van Utopia en dus dit interview verdient. Voor 2:00 vandaag moeten de vlogs gemaild zijn naar 538. Heel veel succes en wees creatief. Nou, de poort gaat niet meer open, jongens. Dus dat is gewoon telefonisch. Maar ja, niet minder gaaf. Nou. Ja, of je gaat wel heen. Ja, ik kan me niet voorstellen. Ja. Maar. Ivan is in één talk naar Shownieuws geweest. Ja? Ja. Ik zit me opeens te denken. Dik shit. Okay. Ik vind 538 nog dikker hoor. Nou ja, jongens. Okay. Dat is goed nadenken. Ik weet niet hoeveel tijd hebben we nog? 2,5 uur. 2,5 uur. En? Dan moeten ze opgenomen zijn. Ja. Oké. Okay. Ja, dan moet iedereen aan de slag, denk ik. Ja. En dan hebben we jouw camera, denk ik. Ja. Ik heb geen idee waar die is. Oh, je kan gewoon mijn kaartje gebruiken. Oké. Okay. Doe gewoon. Moet ze gemaild worden naar 538? Dit is echt gaaf, hé. Oh my god. Oké. Okay. Nou, wie gaat het eerst opnemen? Ja, ik moet maar. Ik weet niet. Ik ga er nog even over nadenken. Ja. Okay. Laten we voor een half uurtje of zo. Ja, maar we hoeven het niet gezamenlijk te doen. Nee, helemaal niet. Maar we moeten wel even allemaal de tijd krijgen. Want je moet natuurlijk ook je vlog moet 30 seconden duren. Ja. Het moet wel. We zijn dus op een bepaald moment moeten we wel. Vergeet niet dat Roos om 1:30 komt. Ja. Dus. En van tevoren moeten we de ene nog vangen. Ja.
En de kippen in dozen doen. Ja. Oké. En iedereen moet even vloggen. Druk van je wel. Ja, ja. Oh, nou. Ja, kind, moeilijk zo. Is een keer aanjes, hè? Ja. Dat is heel tof. Ja, dit moet natuurlijk veel groter. Dit is het begin van mijn campagne. Dief aan de dop. Hey Poes. Oh, volgens mij liggen er geen sigaretten meer trouwens. Oh, ik heb anders ook nog wel. Ja? Oh, chill. Spannend, hè? Ja, ik zit dus te denken, wees creatief. En het is maar... Ja, het is maar 30 seconden. Hey, oh, ik was jou even vergeten. Gosje dikkie. Oeh, joe. Is helemaal geel van geworden. Oh, dit was niet helemaal de bedoeling. Even kijken. Wat is de schade? Oeh, gatsje dikkie. Ja, dat kan ik niet verkopen. Hoor, ik moet nog bijkleuren, maar ik denk het niet. Nee. Dat is dom. Heeft er ongeveer een kwartiertje gezeten. Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Nou.
Ja. Ik ga eens even kijken wat ik ga doen. Frank Dane. Hey Lou! Hallo! Weet je wat je gaat doen? Ja, wel een beetje. Ja, wel een beetje. Ja? Ja. Jij? Ja, ik ga gewoon een super vlogje opnemen. Gewoon. Lula. Ja, leuk man. Ja, toch? Dat vind ik echt leuk. Ja, ook. Ik hoop ook dat we er naartoe mogen. Ja. Of in ieder geval... degene. Ja. Dat zou ik wel echt vet vinden. Gewoon een radiostudiotje. Vijfde die acht. Best creatief. Hoe ga jij creatief zijn, Gerrit? Creatief is ook een heel breed begrip. Ja. Creatief in spraak, creatief in wat, in kledingstijl. Je kan van alles creatief zijn. Ja. Maar weet je, daar moet je niet zoveel van aantrekken. Nou. Uiteindelijk moet het een leuk vlogje worden. En moet het jezelf... promoten. Ja, die moet je zelf gewoon presenteren. Wie denk je dat het gaat winnen? Waar zij verrassend over zijn. Geen flauw idee. Dus je een inschatting moet maken. Als je nu in het casino bent en je moet ergens... En ik zou een steentje ergens opzetten. Ja. Dan kijk ik vanuit mijn perspectief, want ik ken hun gedachtepatroon niet. Dan denk ik dat... Wat vinden zij interessant... ik denk dat Brenda gaat winnen. Ja? Ja. 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 Maar als ik gewoon kijk naar van mij mag jij hem ook winnen. Zou ik ook leuk voor jou vinden. Qua gunfactor. Ja. Ja. Benieuwd. Ja, ik ben sowieso benieuwd waar ze naar kijken. Ja. Kijken nog één keer? Ja hoor. Is, zal ik hem de volgende keer even voorlezen? Ja, want het ging niet zo goed. Was het niet zo mooi. Daarom zei ik ook, laten lees jij nog maar. Of iemand anders, maar wie hem pakt. Ah, oké. Okay. Weet je wat je gaat doen, Fran? Ja, denk het. Ga je iets met dansen doen of ga je iets anders doen? Maar het is maar 30 seconden, hè? Ja. Ik ga eerst even bedenken wat ik ga zeggen. Oh ja. Ja, goeie. 30 seconden is nog best lang. Nee. Nee, joh. Dat is heel kort, hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, dat is best wel kort. Ja. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi. Zo voorbij, hoor. Dit is kom. Hoi, ik ben Iske. Zou je het tof vinden om te winnen?
Ja, dat zou ik leuk vinden. Ja. Maar gewoon, maar ik zou het allerleukst vinden. Maar ik vind het ook leuk om iets over Utopia te vertellen. Dat vind ik leuk om op de radio. Maar ik zou het ook lachen vinden als je gewoon in de studio mag zijn. Dat zou ik echt te gek vinden. Ja. Ik kan ook gewoon zeggen dat het met de telefoon is. I don't know. Ja, tuurlijk. Kijk, weet je wat het is, Ger? Dat zijn allemaal dingen waar ik niet goed in ben. Om zo'n vlog te bedenken. Maar ik vind wel, ik denk dat ik wel leuk kan over Utopia kan kletsen. Dat gesprek wordt ook heel kort, denk ik, voor de radio. Weet je, dat is gewoon... Maar het is leuk, want het hoort bij een finale. En dit soort dingen, dat ga je anders nooit meer meemaken. En dan vind ik ook, als je hier nu met dit soort dingen bezig bent, dan moet je daar ook lekker voor gaan, zeg maar. Mm. Ongeacht dat je thuis misschien niet zo snel zou doen. Een leuke ervaring, toch? Ja, dat ook zeker. Ja, wat ga ik doen? Ik weet niet wat ik wil. Eetjes. Broeken. Ja. Hoe heet deze? 14 uur. Hey, joh. Kun je het vast een keer voeren? Ja? Ik heb wel een stukje al geschrapt. Okay. Even denken hoor. 30 seconden gaat best wel snel. Ja, ik dacht, dan ga ik gewoon staan. Ja. En dan zeg ik, vijf gaan betalen. En dan doe ik een draaitje. Ja. En dan zeg ik, hier ben ik dan, Frenny uit Utopia. Een van de 5 trotse finalisten. Natuurlijk wil ik Utopia winnen en dolgraag kans maken op het interview morgenochtend. Ik kan met trots zeggen dat ik de meeste persoonlijke ontwikkeling heb mogen meemaken in Utopia. Van onzeker meisje met een depressie tot opgebloeid en sterke volwassen vrouw met zelfwaardering. Van verliefd worden en verloven tot per brief keihard gedumpt worden. En ga zo maar door. Dankzij Utopia heb ik mijn mooiste dansdromen kunnen waarmaken. Hier vertel ik Frank Daanen dolgraag alles over. Natuurlijk dolgraag alles over, denk ik. Alvast heel erg bedankt en hopelijk tot morgen. Lief! Ja, tof. Ja. Wel veel tekst, hè? Ja, ja. Je moet alles stellen in een halve minuut. Ja. Halve minuut. Dat is kort, hoor. Ik had eerst hi Frank Daanen, lieve luisteraars en natuurlijk alle kijkers via de livestream op de 538 website. Maar ik denk dat het alleen naar Frank Daanen gaat. Anders is het ook veel te veel tekst. Ja. 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 Denk je aan een pirouette of zo? Het is wel leuk toch? Ja, zo. De danseres Frenny. Ja.
En even kijken met die camera. Ja. Of ik mezelf vast houden of ik moet zeggen, Fio Bren, wil je filmen? Kan ook. Ja, of dat ik hem daarop zet of zo. Ja, je mag er wel bij zijn, dat vind ik ook wel leuk. En dan misschien mijn schilderij hierachter, zodat hij ook in beeld komt. En dan misschien al mijn foto's, vind ik ook wel leuk, als dat op de achtergrond is. Ja, moet ik kijken of het niet te druk is. Ja, of in de gym gewoon. Ja. Bij mijn poster. Ja, dat is ook wel tof. Zal ik die van jou ook opnemen? Jij gaat rennen, toch? Nee, ik ga maar niet rennen. Dat, nee? Loop ik te hijgen, te puffen in dat ding. Ja. Hey! Hoi! Brennen hier! Daar was ik weer! Nee, ik begin lekker bij de poort. Ja. Oh, dat is ook een goeie. Dat is ik ben weer binnengekomen. Ja. En dan... Hoppee! Ja. Hier begon het allemaal. Dag 1. Dag 1. Maar wil je deze dan ook een beetje zo vasthouden? Dat kan meelezen. Ja. Anders vergeet ga ik... We kunnen nog een paar keer opnemen, toch? Ja, beter. Alleen volgens mij heeft Merom nu, die is denk ik in de boot of zo. Oké. Okay. Daarna wil ik bij Lordenbekken maar vanaf. De laatste nu. Die hoeft. Ik ben ook benieuwd hoe is ik het gaat doen. Ja. Ik vind het mooi hoe is dat ze dingen zo zich ongemakkelijk voelt of zo. Mm-hmm. Ja. We gaan hem niet editen, toch? Nee, volgens mij niet. Nee. Zou ik zeggen, hier ben ik dan danseres Franny uit Ethiopië. Wat je zelf zo leuk mogelijk vindt. Ja. Doe me eens voor, doe me eens voor. Ik geef een papiertje. Je krijgt maar één kans, hè? Ja. Ja, doe het wel in de gym, want hier kan ik niet eens draaien. Wil je gewoon proberen, toch? Wow. Oké. Hi, Frank Dane. Hier ben ik dan. De danseres Franny uit Ethiopië. Een van de 5 trotse finalisten. Natuurlijk wil ik Utopia winnen. Ja, je hand zit ervoor. Okay. Natuurlijk wil ik Utopia winnen en dolgraag kans maken op het interview morgenochtend. Ik kan met trots zeggen dat ik de meeste persoonlijke ontwikkeling heb mogen meemaken in Utopia. Van onzeker meisje met een depressie. Ja, moet ik wel even goed lezen hoor dan. Tot opgebloeide sterke volwassen vrouw met zelfwaardering. Van verliefd worden en verloven tot per brief keihard gedumpt worden. En ga zo maar door. Dankzij Utopia heb ik mijn mooiste dansdromen mogen waarmaken. En natuurlijk vertel ik Frank Dane hier morgenochtend het liefst alles over. Hopelijk tot morgen. Alvast bedankt. Doei! Toppie, toppie, toppie. Timen? Timen, ja. Volgens mij is het echt te lang, maar goed. Dat gaan we timen. 5, 4, 3, 2, 1. Hi Frank Dane! Hier ben ik dan, de danseres Franny uit Utopia, een van de 5 trotse finalisten. Natuurlijk wil ik Utopia winnen en dolgraag kans maken op het interview morgenochtend. Ik kan met trots zeggen dat ik de meeste persoonlijke ontwikkeling heb mogen meemaken in Utopia. Van onzeker meisje met een depressie, tot opgebloeide en sterke volwassen vrouw met zelfwaardering. Van verliefd worden en verloven, tot per brief keihard gedumpt worden. En ga zo maar door. Dankzij Utopia heb ik mijn mooiste dansdromen kunnen waarmaken. Maar hier vertel ik natuurlijk alles over... Was dat het? Ja. Ah! Oké. Anders doe ik verliefd, verloof en uit elkaar. En ga zo maar door. Verliefd, verloven en uit elkaar ga zo en gedumpt worden. Ga zo maar door. Ja. Dat is wel... Dat is veel te lang. Gewoon nog een keer. Oké. 3, 2, 1. Hi Frank Dane. Hier ben ik dan, danseres Franny uit Utopia. Een van de 5 trotse finalisten. Natuurlijk wil ik Utopia winnen en dolgraag kans maken op het interview morgenochtend. Ik kan met trots zeggen dat ik de meeste persoonlijke ontwikkeling heb mogen meemaken in Utopia. Van onzeker meisje met een depressie tot opgebloeide en sterke volwassen vrouw met zelfwaardering. Verliefd, verloven, gedumpt worden en ga zo maar door. Dankzij Utopia heb ik mijn mooiste dansdromen kunnen waarmaken. Maar hier vertel ik morgen het liefst alles over. Alvast bedankt, tot morgen. Doei! Ja, perfect. Hopelijk tot morgen, maar niet tot morgen. Ja, dat was een half minuut. Oh. Maar nee, 28, 90. Maar gaat wel, we moeten heel snel praten, hè? Dat is wel. Ja. Tijd benutten. Ik kan wel zinnetjes korter maken. Dus. Gewoon kort, bondig, baan, baan, baan. Ja. Niet van. Ik kan met trots zeggen dat ik de meeste persoonlijke ontwikkeling heb mogen meemaken in Utopia. Nee, ik kan met trots zeggen. Dat ik de meeste ontwikkeling, blablabla. Maar niet in Utopia, maar gewoon hier. Ik heb in Utopia. Ja. Dat ik hier...
kan met God zeggen dat ik de meeste persoonlijke heb mogen meemaken hier. Hier heb mogen meemaken. Ja, mooie zin als je zegt... ik kan met God zeggen dat ik in Utopia de meeste... persoonlijke ontwikkeling heb meegemaakt. Ja. Ik kan met God... heb doorgemaakt. Ja. Dat ik in Utopia... heb doorgemaakt. Persoonlijke groei. Persoonlijke groei. Ik kan met God zeggen dat ik de, dat ik in Utopia de meeste persoonlijke groei. Ja, dat is beter, hè? Ontwikkeling, groei. Ontwikkeling. Ja. Natuurlijk wil ik Utopia winnen. Ik wil Utopia winnen. Klinkt gek uit mijn mond. Depressief meisje. Van een zeker depressief meisje. In plaats van... van onzeker meisje met een depressie. Ja, onzeker depressief meisje. Onzeker en depressief meisje. Tot opgebloeide en sterk volwassen vrouw. Met zelfwaardering. Verliefd, verloven, gedumpt worden en ga zo maar door. Dankzij Utopia heb ik mijn mooiste dansdromen kunnen waarmaken. Dolgraag vertel ik van Tane hier. Dolgraag vertel ik van Tane alles over mijn Utopia. Hmm. Er staat nu dolgraag hier vertel ik Frank Tane dolgraag alles over. Ja. Ja. Dan zou ik, want je zegt eerst hoor Frank Tane, als je dan een derde persoon gaat praten, ja. Dan, schrik. Of joh, dan vertel ik je morgen het liefst alles over. Ja, hier vertel ik. Hier vertel ik je morgen toch. Hopelijk tot morgen. Liefs. Veel gekras. Kun je nog een keer proberen? Moet ik hem niet opnieuw even schrijven? Ja, weet je. Ja, want het is echt onduidelijk zo. Ik had helemaal steekwoorden, maar ik dacht, nee, dat gaat ook niet goed komen. Ik moet klimmen tussen de deur. Ik moet het freehand doen, anders... Een van de vijf trotse finalisten. Het is wel mooi als ik dat erbij zeg, toch?
Weet jij al wat je gaat zeggen? Ja, denk het wel. Denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ik denk het. Sowieso, over, daarom vind ik het ook tof om bij het hek te beginnen. Ja. Ik vertel even, joh, 18,5 maand geleden kom ik hier binnen. Ja. Met trots, een van de eerste, op dag 1. En kijk eens wat er nu allemaal staat. Ja. Boom. En dan boe, even zo, wie. Ja, dat is wel tof. En al het mooie hier heb ik mogen bouwen, ja. Mogen doen. Verliefd, verloven, gedumpt. Chill. Oh ja, dat is natuurlijk jouw kaartje. Ja. Oké. Okay. Spannend, hè? Ja, joh. Heel tof. Wat heb jij daar? Frank Dane. Wat? Dit is Frank Dane. Oh ja. Oh, lachen. Even kijken. Vind je het ongemakkelijk is als wij erbij zijn? Nee hoor. Ja, nee hoor. Ik denk dat ik moet er eerst alleen in deze hangmat komen als ik niet uitval. Je moet even denken. Ja, dat is lang geleden, Belin. Wat? Dat is lang geleden. Ja. Ik heb een half jaar. Wil je misschien nog een dat een kaartje ergens? Nee. Wat? Ik ken het niet meer bij dat lakentje. Een lakentje? Nee, maar ja. Ik heb die andere camera ook gevonden. Zo. Als we dat gaan combineren en dan... Was jij nou klaar? Goh, ik moet nog wel even goed nadenken hoor. Ik ben hier echt slecht in. Oh, dit... Leg even terug. Oeh. Die reflecteert, heel vervelend. Ja, maar hij moet er wel bij. Moet je hem iets naar beneden houden, Is? Iets schuin naar beneden, dat de zon er niet op kan. Zo? Ja. Je kan wel, zie je hem wel een beetje? Ja, je ziet hem wel een beetje. Wat is dat voor award dan? Heb ik gekregen, ben goud waard. Ja, ik dacht al, planting ga heet me. Ja, dacht ik ook inderdaad. Ja? Oké. Okay. Zie ik er een beetje leuk uit zo. Ja. Ja. Hey, Frank! Je hebt nog niet opgenomen. Ah, chips joh. Oké. Okay. 3, 2. Hey, Frank! Hey, ik ben Iske. En ik kom morgen bij jou in de studio. Dat is hartstikke lachen. Deze award die heb ik al gekregen, want ik ben goud waard. Dat vind ik zelf ook. Daarom moet ik die titel ook winnen. En die past nog precies in mijn woonkamer. En daar ga ik jou morgen van alles over vertellen. Ik vind je knap. Dus een bakje koffie vind ik ook hartstikke leuk. Dan verder wil ik eigenlijk zeggen, waarom verdien ik nou die titel? Joh. Ik ben er morgen, dat is ook nog een leuke verrassing, ben ik er precies 18 maanden. Nou, dan moet ik helemaal bij jou zijn. Ja, waarom eigenlijk? Ik heb hier van alles meegemaakt. Ik heb een half jaar in zo'n hangmat geslapen met zo'n dakje erboven. Door weer en wind. En ik heb heel veel voor de groep gedaan, voor Utopia gedaan. En ik heb mezelf onwijs ontwikkeld. Nou, daar ga ik je morgen gewoon meer over vertellen. Dus nodig me uit. Dat was hem. Dat is 30 seconden, hè? Geen 30 minuten. Dat is 50 seconden. Ja, dat chips! Dat is super lang, man. Nou, ik ben blauw van stof. Ik wou niet door je filmpje heen praten, nou, maar dat dacht moet je wel doen. Oké. Okay. Dat was wel leuk. Het is 30 seconden, is. Ja, ik leef er gewoon 50 in, hoor. Ja! Ik praat wat sneller, Frank. 3, 2...
Hey Frank, morgen ben ik bij jou in je show. Dat is gezellig. Vanuit mijn hangmat, hier heb ik 6 maanden ingelegen, een half jaar. Was hartstikke koud door weer en wind. Super tof. Deze prijs heb ik gewonnen. Oh. Toen was ik goud waard. Nou, doet hij het weer niet. Ik ga even die 50 seconden in. Kan mij een worst zijn. Ja, was wel leuk die 50 seconden. Emmaus! Emmaus? Wie weet ik veel, hij liep daar. Ja, dat is hier wel weer. Op die trap zit hij. Ja, daar zijn er hier wel meer. Dat is schattig toch? Nee joh, dat is toch niet schattig man. Dat is hartstikke eng. Hallo, muis? Mickey Mouse. Ik zet die vanop. Ging ook gewoon op een tafel staan, hè? Ja? Nee. Ging op een tafel staan. Oh, een muis. Ja. En grappig is, dat was niet de enige hier. Nee, zeker niet. Oh, en nu? Verenigd, jij een accu? Je moet Frank ook warm houden, is. Ja. Kom maar, Frank. Oh nee, dat ziet er wel heel raar uit. Maar toch vind ik je leuk. Ik plak me zo meteen ook boven je bed. Misschien brengt het geluk. Boven je bed? Boven mijn bed. Zo. Ook even lamineren. Was die 50 seconden? 20 seconden te veel. Wat lang. Ja. Wat stom. Maar heel mooi, niemand durft het heen te praten. Maar dat was wel een leuk filmpje. Ja. Ze wil hangen met een jong patroon. Alles naar je body on. Dat is haar favorite song. Zo, dat wordt kip te gek. Als zo'n haan loopt te kukelen waar je gewoon een metertje naast staat. Ja. Doet hij alweer? Yes. Nou, dan gaan we weer. Ja, echt. Ik vind het hilarisch. Zullen we anders alvast even dozen zoeken?
Oké, okay, zullen we heel even roken? Ja. Even, en dan... Oké. Goed. Kan je iets lager, jongen? Deze? Ja. Ja? Je ziet Frank net niet. Oh, nu zie je Frank wel? Frank, zie je die nu? Hij zoomt ook echt in op Frank zijn hoofd. Oké. Okay. Grappig. Oké, okay, 3, 2... Hey Frank! Morgen ben ik in jouw ochtendshow en dat vind ik echt te gek. Want ja, wanneer krijg je nou zo'n kans? Hey, deze award, dat is, ik ben goud, die heb ik ooit gekregen op de markt. Omdat ze me topper vinden. En nu ben ik nog op zoek en wil ik graag die titel winnen. Want daar heb ik nog plek voor in mijn woonkamer. En morgen ga ik jou daar meer over vertellen waarom ik die titel verdien. Dus ik er ook 18 maanden, superleuk. En ik heb natuurlijk een half jaar in deze hangmat geslapen. Echt te gek was dat. Ik heb Utopia opgebouwd, we hebben toffe dingen gedaan. En morgen vertel ik je meer. Hoi hoi. Oh, leuk. Hey Frank. Oké. Als je me aan het verleiden bent. Met de camera. Hey Frank. Frank Dana. It's me, Jiska. Ja. Ze wil hangen met een jong patroon. Ga dat smaken. Met je body. Hmm. Wat ligt er? Oh, dat ligt er. Oh, waar wil je dat ik, hoe wil je dat ik het precies film? Oh, ik doe het wel zo. Doe jij ook? Doe je het zelf? Oké. Okay. Ja. Hey! Ik ben hier met mijn squad. Hey, wacht. Hey. Oh, is ik loop weg? Ah. Loop je nog weg ook? Moet ik mee? Moet ik meedoen? Ik dacht, maak een leuke foto. 100 foto's. Do you want first? Wil je eerst? Ik moet echt heel erg naar het. Nou, niet eerst. Ja, ik heb hier wel even tijd voor nodig, hoor. Wat wel leuk is. Wat? Ja, ja, leuk. Wat, ja, wel leuk. Ik stuur liever die van 50 seconden op, dus die ga ik ook gewoon sturen. Wil jij zometeen die van mij opnemen? Nou, de eenden. Hè? De eenden. Oh, die ook nog. Hoeveel dozen hebben we voor de eenden nodig? Nou, als die eenden een beetje groot zijn, als die dozen een beetje groot zijn, 2. Maar die dozen zijn van die eenden veel te laag, hoor. Zijn dat hoe groot zijn deze dozen? Die zijn niet zo groot. Dus, zeg het maar. Ja, we hebben veel grotere dozen nodig. De eurdozen? Ja. Oké, dat is dan niet anders. Ja. Ik denk dat ik Frank nog eventjes. Kijk, deze ga ik boven mijn bed hangen. Morgen ben ik erbij. Gezellig. Oh, je is wat beter ook een lekker wijf af en toe. Hè. Oh, oh, oh. En die hang ik even in mijn. Hang ik even bij mijn bed. Morgen ben ik erbij, gezellig. Wist je dat hij de broer van Jens is? Nee, joh, ik ken die hele. Helpt oh, Brendan helpt. Poes, wil jij de doos dicht houden zo?
Dat kan wel, hè? Oké. Okay. Kijken. Kijken. Ja, hier ga ik staan. Nieuwe Timbas, oké. Okay. Ik dacht precies hetzelfde. Oh, even kijken. Silo is zo schuin achter. Ja. Oké, okay, top. Even kijken hoor. Een steekwoordje opgegeven. Yes. 3, 2. Hey Frank! Nou, wordt leuk dat ik dit berichtje aan jou mag geven. Nou, het volgende. Wij gaan... Nee, doe maar opnieuw. Ja. 3, 2... Hey Frank, nou wat leuk, ik mag het berichtje naar jou toesturen, dat vind ik super vet. Hey, Utopia stopt binnenkort en dat is natuurlijk heel treurig. En ik zit bij de laatste 5, yes! En waarom moet ik winnen? Nou, dat kan ik je vertellen, ik heb me opgegeven voor een sociaal experiment. En ik heb heel veel ruzies mijn eigen grenzen verlegd, ik heb andere mensen zijn grenzen verlegd. Het was fantastisch. Nu is het ook zo dat ik heel veel dingen heb bereikt. Ik heb 3 dikke nummers opgenomen, Fame, Helicopter en Corrie Konings. Fantastisch en die wil ik heel graag aan jou laten horen. Doei doei! Nog een keer. Doen we nog een keertje. Je was precies 30 seconden. Het was heel gehaast. Ja, dan zijn die 30 seconden best zo ja. Klein en smal. Oh, ik heb zoveel dingen niet verteld. Oké. Ik ga het sneller doen. 3, 2... Hey Frank, nou wat leuk, ik mag het berichtje naar jou toesturen. Dat vind ik echt super vet. Hey, Utopia gaat binnenkort stoppen en ik zit bij de laatste 5. Yes! En waarom moet ik winnen? Nou, dat kan ik je wel vertellen, want ik heb me opgegeven voor een sociaal experiment. En dat is dit. En dat heb ik top benut. Ik heb in een hangmat geslapen, ik heb uit een vijver gedronken, ik heb alles erop en eraan gedaan. Ik heb ook mijn doelen bereikt, ik heb muziek gemaakt, Fame, Helicopter en zelfs een nummer met Corrie Konings. Was super vet. En ik wil gewoon de nummer 1 zijn van Utopia. Doei doei! Nog een keertje. 3, 2. Hey Frank, nou, wat leuk, ik mag dit berichtje naar jou toesturen. Utopia gaat binnenkort stoppen. Waarom moet ik winnen? Nou, dat kan ik je vertellen. Ik heb me opgegeven voor een sociaal experiment. Is fantastisch gelukt. Ik heb grenzen verlegd. Ik heb andere mensen grenzen verlegd. Het was super. Ja, nu sta ik hier. Ik heb mijn doelen bereikt. Ik heb bijvoorbeeld nummers opgenomen. Fame, Helicopter en zelfs een nummer met Corrie Konings. Ik heb nog in een hangmat geslapen. Ik heb uit de vijver gedronken. Hartstikke leuk. En nu wil ik bij jou in de studio komen. Als laatste. Hey, doei doei. Je bent een van de beste. Ik ga nog een keertje doen. 5, 4, 3, 2. Hey Frank, nou wat leuk, ik mag dit berichtje naar jou toe sturen. Ik heb me opgegeven voor sociale... Oké, 3, 2. Hey Frank, nou ik mag dit berichtje naar jou toe sturen. Super vet. Nou, waarom moet ik winnen? Dat kan ik je vertellen. Ik heb me opgegeven voor een sociaal sociaal experiment. Nou, dat komt me strot niet uit. Dat is een rot woord. 3, 2. Hey Frank, nou ik mag dit berichtje naar jou sturen. Super vet. Nou, waarom moet ik winnen? Ik heb mezelf opgegeven voor een sociaal experiment. Nou, en dat is super gelukt. Ik heb aan alles meegedaan. Ik heb uit de vijver gedronken. Ik heb in een hangmat geslapen. Onder een zeil heb ik geslapen op een matras. Ik heb mijn doelen bereikt. Ik heb 3 vette nummers opgenomen. Fame, Helicopter en zelfs een nummer met Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En nu wil ik gewoon de nummer 1 zijn. En dat wil ik jou gewoon morgen komen vertellen in de studio bij 538. Yes. Doen we nog 1 keertje. 3, 2. Hey Frank, nou, ik mag dit berichtje naar jou toesturen. Vind ik fantastisch, vind ik echt superleuk. Waarom moet ik winnen? Dat kan ik jou vertellen. Ik heb opgegeven voor een sociaal experiment. En dat is super gelukt. Ik heb uit de vijver gedronken. Ik heb in een hangmat geslapen. Ik heb onder een zeil geslapen. Ik heb alles meegemaakt. En ik heb ook al mijn doelen nog bereikt hier. Ik heb 3 vette nummers opgenomen. Fame, Helicopter. En ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Van Corrie Konings. Nou, fantastisch. En met Corrie Konings. Ja, en nu wil ik gewoon de nummer 1 zijn. En dan wil ik jou morgen komen vertellen in de studio. Doei doei. Nog 1 keertje.
Oké. 3, 2, 1. Hey Frank, nou ik kwam binnen als 10e van alle inwoners en dat wil ik ook vieren. En dat wil ik morgen bij jou in de studio komen vieren, dat vind ik fantastisch. En ik wil namelijk ook winnen. Nou, dat is kut. Ik probeer even de steekwoordjes er een beetje uit te halen, maar dat lukt allemaal niet. Ja, kom eraan. Eén keer. Kijk, kan je weer ietsjes naar links? Ja. Ja, ja. 3. Oh, even wachten op die wind. Oeh, windje. Oeh, dat is zo vervelend. 3, 2. Oh. Die 3, 2. Hey Frank. Nou, ik kwam binnen als 10e. 18 juni 2018 kwam ik... Nee, even opnieuw. Nou, die wind maakt het niet beter, denk ik. Hm. Ik ga wel dichterbij staan. 3, 2. Hey Frank. Nou, ik zal je vertellen waarom ik moet winnen. Ik kwam 18 juni 2018 kwam ik binnen hier als 10e inwoner. En uiteindelijk wil ik nu ook als nummer 1 de poort verlaten. Ik heb al mijn doelen bereikt. Ik heb een sociaal experiment fantastisch uitgevoerd. Ik heb uit de vijver gedronken. Ik heb in een hangmat geslapen. Ik heb onder een zeil geslapen. Ik heb alles meegemaakt. En dat wil ik jou morgen komen vertellen in de studio. Ik heb 3 nummers opgenomen. Fame, helikopter en een nummer met Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Die wil ik gewoon aan jou laten horen. Hey, doei doei, tot morgen. Dat zou wel lach zijn, hè? Wel op deze